Marijke wees me even heel streng op iets wat ik bijna wilde overslaan, maar dat moet niet. Want we hebben het over wonen gehad. En jullie hebben aan het begin kennis gemaakt met een buurman. En nu is de vraag, hoe ziet jouw woonomgeving er eigenlijk uit, Artjan? En om dat eventjes met je buren te bespreken. Dus ik zou zeggen, ga jullie gang, ga in gesprek. Jij was net zo leuk met deze daar. Misschien kun je even... Ja? Zijn wat lekker aan, hè? En ook voor de anderen. Ga met je buurman, buurvrouw in gesprek. Hoe ziet jouw woonomgeving eruit? Ja, van jou weet ik het. Hoe jouw woonomgeving eruit ziet. Jij weet het niet, hè? Ik ben van Noord. Of iets wel of niet genomen als echt wat dan erg. En met de raad hebben we in het begin criteria opgesteld. En die criteria zijn bijvoorbeeld: het moet nu gebeuren in de stad. Het moet zorgen voor verbinding in de stad. Het moet het inzetten voor anderen in de stad. Het moet ook een bijzonder transformerend verhaal zijn. En dan mis ik er als een echt Rotterdam. Dus dat zijn de criteria, die zijn redelijk subjectief, maar we hebben daar een heel mooi systeem voor gemaakt om dat te wegen. Een mooie formulier en zo. En daar komen we altijd tot benoemingen of niet. Dus er zijn al inmiddels honderden benoemingen geweest. Dus elke en we hebben er dus nu, nog 88. Dus er zijn nog 87 anderen. En er komen er nog 12. En als het goed is, volgend jaar. Ja. Wat vind jij zelf, hoor, als je dit maakt? Ja, weet je, het is iets wat, het is heel zichtbaar op het gebouw, maar je weet eigenlijk niet wat er in dat gebouw gebeurt. En dat vind ik wel heel erg leuk om te horen. Nu ben ik ook wat meer in verdiept natuurlijk. Dat het zo'n ontzettend dynamische en sociale plek is. Dat is heel leuk om te horen. Ja, zeker. Dit heeft ook best een schrijvende boer. Ja. Wat zijn de
armoed of de hobbel is het juist. Nou, dat er zoveel benoemingen, of er zoveel ideeën zijn van Rotterdam. Dus we proberen dat met die raad allemaal door te spreken. Dus dat ja, de buurt van het leven. Ja, ja. Nou ja, goed, maar ik ben gewoon heel erg blij. Sommige dingen zijn ook heel snel, dat is heel duidelijk, ook dat je niet in Rotterdam is of zo. Maar ja, dat het toch snel is. Ja. Toekomst dus, hè? We moeten door. Ja? De toekomst dus. Nou, het doel is eigenlijk om deze collectie die er nu is, nog meer te versterken. Ga je kamer zelf? Nog meer in deze te laten zien. Ja. Ja. Dankjewel. Ja, gaan we weer door. Kijk, als je eenmaal aan het praten bent, dan is het ook lastig om op te houden. Dat snap ik wel. Ja, dat is toch leuk. Dames en heren, wil ik nu Jacqueline uitnodigen.